Voor velen is Jan Hoed een held, maar ook hij heeft helden. Vandaag ontmoet hij de eigenzinnige kunstenaar Panamarenko, wereldvermaard omwille van zijn vliegende kunstobjecten. Vandaag is het zover. Panamarenko openbaart zijn nieuwste creatie, die morgen voor een hele hoop kunstwinnende Russen wordt geëxposeerd. En dan vraag ik mij af, wat wordt het? Een vliegende duikboot of een luchtballon die onder water vaart? Ik had gedacht dat niet sociaal aangezet. Geloofd zijn dat je zelf vliegt ook van die vliegende stalkingspiketten, zo de flying pickets. Maar dan ineens dacht ik dat ik goed zo is dat gemokt met mijn vader. Mijn vader natuurlijk, ja. Zeer, zeer belangrijke, stimulerende factor. Heel belangrijk in uw leven, maar... Dus geen vliegende piketten, dus, maar wat dan wel? Ja, ik moet er nog aan beginnen. Ik moet nog volop beginnen bricoleren. Je moet er nog aan beginnen? Ik heb het ook dat ik moet 3 uur per week in mijn atelier werk. Dat weet ik wel toch? Maar dat is fantastisch. Beste kijkers, u kunt nu zo meteen kennis maken met het wordingsproces van een nieuwe Panamarenko. Maar dus, ik... Dat is een geweldig goed greep. Dat is een even percolateur. Ik weet, ik heb moeten zien en zo met mijn vader gemokt en die werkte op stoomkracht. En eerst dat die gereed was natuurlijk, ja, dat was de lol eraf. Want als dat werkt, dan heb je er niks meer aan mij. Koffie, Jan? Nee, ik ben al zenuwachtig genoeg. Dus het onnavolgbare genie, Panamarenko, hier in dit atelier, hier gaat het allemaal gebeuren. Oh, nee, Jan, ik moet nog van alles gewoon kopen ervoor. Maar jongen toch, waar zijn we mee bezig, zeg. We staan hier voor een door Panamarenko speciaal uitgekozen plaats met een mystieke betekenis. Belang niet, Jan. Het is gewoon omdat een brik dat is dichtbij. Maar... Panamarenko, wat de kijker zich ongetwijfeld afvraagt, dat is... Wat is uw echte naam? Ja, Jan, hoe bedoel je dat? Hoe dat geheet? Wat staat er op uw pas? Oh, maar ik heb al 20 jaar geen pas niet meer. Ik heb eens met mijn vader een vliegende pas gemokt en toen dat we die uitprobeerden, is die vertrokken. En daarmee dat... Tja, deze is iets curieus. Wat betekent dat hier? Kindergarten? Je hebt er weer woesting in, zie ik. Wat hebben we nodig? Ik denk planken. Planken gaan we zeker nodig hebben. En ook een zaag. Ik denk... Ja, maar wacht. Voordat we er aan beginnen, moeten we toch eerst een plan hebben. Een plan? Ik heb nog geen plan.